Undisputed, ik ben in een feestelijke stemming. Dat komt door het feit dat wij afscheid gaan nemen van een merrie met haar veulen, zijn de Ursa en Zorro. De paarden van Evelien Ketterings, die hier in deze wijk, naast deze school, de driehoek in Delfshaven, gaan afscheid nemen van de beesten, want die verhuizen naar Lekkerkerk, naar een weiland. Ik ga nu even een groep 8 bezoeken en uitnodigen voor het afscheidsfeest, wat om 3:30 begint. Daarop. We gaan eens kijken hoe ze reageren. Hey. Goedemiddag dames en heren, stoor ik? Ja. Oh, sorry. Mijn naam is op de wensen hier van de Komkommer-TV. En ik kom is even... Is dat gehad, meneer? Nee, wilt u misschien even de camera vasthouden? Ja, nee, ik wil weten wie u bent. Ik vind het een beetje raar. Caroline, weet jij wie deze meneer is? Oh, ik zal het kaartje even geven. Kijk, dit is, dat ben ik dus, hè? Van Komkommer-TV, onder het motto Wees lief voor uw TV. Mevrouw. Zo. Wilt u misschien even filmen? Want ik wil even een paar vragen stellen. Nee. Goed, dames en heren, wie van u heeft nog nooit een paard gezien? Ja. Nog nooit een paard gezien? Daar is. Nou, we zijn eruit. Ik kom jullie speciaal uitnodigen voor het afscheidsfeestje. Nee, man. Het begint om 3:30. Gaan wij afscheid nemen met z'n allen van Ursa en, hoe heet het kleine? Zorro. Die is Zorro ook alweer. Dat was een man met een keef, hè? Ja. Maar wat vond u daarvan als er een paard hier in de buurt was? Leuk. Zie je voor het beest? Leuk. Je ziet daar ergens voor de auto's gevangen met paarden misschien? Ja, een beetje. Meer paarden dan auto's? Nee. Nee? Leuk met een level. Oh, had wel auto's, hoor. Nee. Ja, dat weet jij niet, hoor. Nee. Dat is auto's, ja, zeker. Oh. Goed, maar jullie zijn bij deze van alle van harte uitgenodigd voor het feestje. Om 3:30 begint het feest en om 6:30 komt de boer de paarden ophalen. Welke boer? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat moet jij weten. Zij komt uit Lekkerkerk, hè? Ja. Nou, die boer komt uit Lekkerkerk. Echt dus waar? Moet je, ja. Dus. Ik geloof je niet. Ja, u moet maar komen. Ja, nou kijk, dat soort camerawerk kan ik dus niet hebben, hè? Waarom gelooft u mij dan niet, mevrouw? Nee, ik geloof u helemaal niet. Want ik woon in Lekkerkerk en ik weet, nou had ik het geweten, dan had ik in het gemeenteblaadje moeten staan. Straks woensdag over 2 weken. Uitgezonden. Dit is jullie dus, hè? En hier is de informatie. Bedankt voor de aandacht, hè? Tot ziens. Tot dadelijk, trouwens. Genomen met Frits, zou die de... Wat een fijne kamer die doet. Oh, daar gaan ze over. Hier is wat. Ja. Nou, weer duidelijk op omblijven. En we gaan daar het paard uitzwaaien. 4:30, 5:30. Nou, dan ga ik tegen mijn kinderen zeggen. Ja, dat zou ik doen. Kunnen ze ook meezwaaien. Oh, nou, nee, hier, nee. Ze Nou, dames en heren, u ziet het, ik heb me vergist. Het is hier Tussendijk en niet Delfshaven. Maar de paarden zijn er wel. En de kinderen ook, dus je bent erbij, dankzij Komkommer-TV. Ursa de moeder en Zorro de kleine, die gaan dadelijk opgehaald worden door een boer in Lekkerkerk. Dan gaan ze lekker in de wei en dan zijn wij jaloers. Komkommer-TV. Komkommer-TV.
Oorzaak. Oorzaak. Nou, dames en heren, Henri Merry is er ook bij, muzikant. En die zegt net tegen mij dat het een bijzondere ervaring is voor hem om hier te zijn. Waarom? Nou, op die plek daar ben ik geboren. Daar in de wei gewoon? Nee, daar op die plek. Daar stond een huis, of gewoon in de wei? Ja, in de achterkamer. Jeetje Maria zeg, dat het huis is gesloopt inmiddels. Thank you.
Ja, ja, dit is... Dit waren de buren die hiernaast woonden. Okay, dus... En dit is de tuin. En dat is nog steeds de muur van de tuin. We hadden hier een kippenhok en een perenboom. En het was hier vol met... Maar ook aan die kant waren huizen. Dus allemaal weg. Ik heb er nog films van. Ja. Ik heb er nog Super 8 films van. Maar, en hoe het had je ook hier een uitgezien, hoe het had hier je toen een uitgezien paard heeft. In de tuin? Nee, wel konijnen in de schuur hier. Dit was de groene schuur. Oké. Okay. Je had er wel eens konijnen in, maar niet lang. Mijn broers hadden ook verjaardagspartijtjes met vriendjes hier. Wat vind je nou van die paarden in de wei van het troost? Toch een beetje? Ja. Waar zijn ze in het troost? Ze zijn altijd van hier geweest. Jongen. En wat is er? We hadden ook een haan die kraaide. En er werden eieren gelegd. Maar ook konijnen een tijdje. Dus wel een soort plattelandssfeer eigenlijk. Ja. Ja, het is... Nou ja, het is ze hebben het huis weggehaald, hè? Gelukkig is dat grote gebouw niet op mijn tenen gevallen. Maar het is, nadat we hier verhuisd zijn in 1975... Ik heb hier gewoond tot 1975, van 1968 tot... In 1968 was ik daar geboren. Thank you.
Wel zijn er ook. Hé, hey, kijk, de beruchte journalist Karnes is er ook. Die gaan we even vragen hoe hij erover denkt. Nee, ik bedoel... Meneer Karnes, wat vindt u nou van een paard in de stad eigenlijk? Nee, u bent de verkeerde. Ik vind het, het is een... Een gewoonte. Paarden hebben heel lang in de stad gezeten. Dus wat dat betreft... Heeft u een flashback? Weinig nieuws. Nou, ik heb het niet meegemaakt. Nog wel paard van de Schillenboer. Dat wel. Maar er is menig voordeur in Rotterdam waar al menig paard doorheen is gekleden. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het geen noviteit. Ik heb ook een paard in de gang. Dat doet dus niet af aan het feit dat het nu toch weer zeldzaam is. Ja, nu wel. Dank u. Meneer Hofstelzer, onze burgemeester van Rotterdam, ik ben bereid van die stukje grond wat ik nu zit, om te betalen van die twee paardjes. De moeder en de dochter. Dank u wel, burgemeester. Daar ben ik bereid voor. Ik denk toch dat al die emoties voortkomen uit het feit dat wij, ja, we zijn cultuur geworden, vervreemd van de natuur, hè? Korter kan ik het niet zeggen. Dat was op zich wel heel mooi. Heel gaaf. Ja, net te laat. Voor Zorro zijn ze natuurlijk nog heel klein. Dus dat, Ik moet me alleen denken aan een autistisch neusje van. Ja.
Oh, Mark, die rent weer achter de kinderen aan. Boris is... Volgens mij wordt Eus nou in elkaar geslagen zijn. Helaas. Ik zeg net, ik ben blij als die wijntje komt brengen met de wijntjes. Zet hem maar daar neer voor. Ja. Hoe staat dat? Die overgebleven komkommertjes voor het paard, die zijn best lekker. En ja, je wordt er stil van, hè? Als de stal leeg is. We zullen er missen. Misschien ook nog maar het platteland verhuizen, hè? Sorry voor de articulatie, maar een lekker komkommertje. Paarden zijn verstandige beesten. En nu wij nog. Dag Oortse. Dag Storrel. Veel plezier in Lekkerkerk. Zijn zo groot. La 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 la. La 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 la. Oh, zijn ze groot. Je hoeft niet meer te zoeken. Ik heb het al. Ik heb het al. Ik heb het al gevonden. Nee, maar ik heb het al gevonden. Ik heb het al tegen ze gezegd. Je en je moet je niet meer bemoeien. Ja. Wat anders als particulier, dit is gewoon echt het echte werk. Hè. We hebben toch uniform aan het zie je toch?
Ja, ja, sorry, maar ik heb gebeld, ik heb het afgebeld, ik heb net gezegd, ik heb het al, ik heb het... Kijk, ik ben de voorste, ja? Ja. En ik weet het, ik heb die functie en daar word ik heel goed voor betaald. En voor jouw belasting, dus ik moet het doen. Ja, nou ja, je kan zoeken wat je wil, maar ik heb het al gevonden, dus je vindt... Officieel vastgesteld.